Welkom bij Vera D, het bekken en de heupen losmaken en openen. Laten we starten in de vlinder of gebonden hoekhouding. Leg de voetzolen tegen elkaar en laat de knieën naar buiten vallen. Trek de knieën omhoog en houd de voetzolen tegen elkaar en laat je knieën langzaam zakken. Beweeg je knieën op en neer, vlinderen. Op en neer, laatste maal. Schuif de hielen tegen het bekken aan. Rek op. Duw gelijk de knieën naar de vloer. Houd de opwaartse beweging van de rug en de neerwaartse beweging van de knieën aan. Ademen. Laat de spanning los. Beweeg het zitvlak iets naar achteren. Inademen, oprekken. Uitademen, buig naar voren. In de sterhouding. Ellebogen, knieën en ronde rug vormen de ster. Laat los, til je bovenlichaam omhoog. Open de gebogen benen wijd voor de ruitenwissers. Beweeg langzaam de benen heen en weer. Houd je knieën in 90 graden hoek. Losmaken van het bekken, de heupen. Houd je knieën in een 90 graden hoek. Losmaken van het bekken en de heupen. Laten we van hieruit overgaan in de herthouding. Knieën in een 90 graden hoek. Tenen opgetrokken naar de schenen. Probeer de zitbotten op de grond te houden. Dit kan betekenen dat je voorste knie niet plat op de mat ligt. Ademen, oprekken, maak je lang, maak je groot. Je kunt rechtop blijven zitten of naar voren buigen, steunend op de handen of op de ellebogen. Blijf 2 minuten in de houding en adem rustig door. Sluit de ogen en concentreer je op je ademhaling, zoals bij een meditatie. Adem normaal en geniet van de stilte.
Laat los. Kom naar het centrum. Laten we het achterste been omhoog tillen. Trek je achterste been op en duw verder omhoog en laat los. Op. Laat los. Trek je been op en duw naar achteren. Openen en soepel maken van de heupen. Op. Trek je been op en naar achteren. Openen en soepel maken van de heupen. We herhalen de serie. Ruitenwissers, benen wijd in een hoek. En beweeg langzaam de benen heen en weer. Laten we de herthouding aannemen, andere kant. Knieën in een 90 graden hoek. Tenen opgetrokken naar de schenen. Probeer de zitbotten op de grond te houden. Dit kan betekenen dat je voorste knie niet op de mat ligt. Ademen, oprekken, maak je lang, maak je groot. Je kunt rechtop blijven zitten of naar voren buigen, steunend op de handen of op de ellebogen. Sluit de ogen en observeer je ademhaling, zoals je zou doen in een meditatie. Vind de stilte in deze meditatieve toestand in jezelf. Adem in. Adem uit. Ademen. Laat los, kom naar het centrum en duw je achterste knie omhoog. Openen van de heupen en laat los. Zorg dat je het voorste been op de vloer houdt. Omhoog duwen. Hou vast en laat los. Kom in de handen knieënstand voor de kikkerhouding. Laat je knieën en onderbenen langzaam van je lichaam afglijden, zolang het comfortabel is. Steun op je handen of onderarmen. Beweeg het bekken naar voren en naar achteren. Kleine bewegingen en hou vast. Schommel het bekken naar onderen, zodat de rug iets wordt uitgevlakt. Dit vermindert de spanning in de onderrug. Openen van het bekken, strekken van de innerlijke dijbenen.
Hier ook laten we enkele ademhalingen in deze positie blijven. Focus op je ademhaling. Duw jezelf omhoog in de halve spreidsit. Lateraal rekken in spreidsit. Rek op, maak je lang, maak je groot, kijk naar je hand. Buig zijwaarts tijdens een uitademing. Leg je hand achter het hoofd. En open je borst en schouders naar achteren. Voel de ruimte tussen je ribben. Ademen. Wissel van kant. Strek het andere been. Halve zittende zijwaartse strekking. Inademen, oprekken, kijk naar je hand. Buig zijwaarts tijdens een uitademing. Leg je hand achter het hoofd en open je borst en schouder naar achteren. Ademen. Laat los, til je romp naar het centrum. Laten we eindigen gelijk we gestart zijn. Vlinderen. Trek je knieën op. En laat je knieën naar de vloer zakken. Trek je knieën op. En laat je knieën naar de vloer zakken. En laatste maal. Optrekken. Open je benen zijwaarts in spreidsit. En schud je benen uit. Trek je tenen op. Tenen optrekken. Kantel het bekken naar achteren en naar voren en laat gelijk je romp meevolgen, rechte rug. Kantel het bekken naar achteren en naar voren.
Kantel het bekken naar achteren en naar voren. Sluit en zwaai de benen zijwaarts. Dit hebben we goed gedaan. Het bekken en de heupen rekken, openen en losmaken. Tot weldra. Dag.